voor een tweede keer een gesprek met Erik van Os in de podcast Leven zonder Stress. Hoe lang geleden hebben wij elkaar bevraagd, of ik jou? Oh, geen idee. Dat zal 2015 geweest zijn, of 16. Zo lang terug al? Ja. Ja. Jij woont nog steeds op dezelfde mooie plek. Ja. In de Refter? Ja, klopt. In Bergen. Dat is een soort... Ja, wat is dat voor een gebouw? Het is een voormalig meisjespensionaat. En dat is in de jaren 70 door een aantal ijverige kamerbewoners omgetoverd tot een gigantisch wooncomplex eigenlijk. En daar wonen allerlei mensen, 90 in totaal. Ja. En dat zijn dus niet allemaal studenten, als ik jou goed begrijp? Nee, nu zitten er niet alleen maar studenten meer. Nee, dat is het initiatief is gekomen van kamerbewoners in de tijd. En nu zijn het allerlei soorten gek en dwaas. Ik ben er één van. Dus, Wonen er alleen maar kunstenaars? Nee hoor. Wat zoal? Echt van alles. Doorsneden van de samenleving. Ja. Ja. Jij bent een beetje mijn leeftijd, denk ik. Hè? Zo tegen de 50. Oh, 35. Oh ja. Ja. Nee, klopt. Ik ben 57. Ja. Hoe voelt dat om als 57-jarige? Want je hebt dus één kamer eigenlijk. Twee. Ja, twee aan elkaar. Ja. Een soort van open. Hè? Mm-hmm. Hoe voelt dat om daar te wonen? Geeft dat vrijheid of beperking of allebei? Allebei. Het geeft vrijheid omdat ik heb gewoon niet zoveel spullen. Dus ik heb alleen het hoogst noodzakelijke, ook hoe ik me creatief uit. Dus qua geluid en muziek heb ik gewoon dat wat ik nodig heb. En qua schilderen en tekenen heb ik ook wat ik nodig heb. Het is ook heel compact eigenlijk. Ik zou wel meer ruimte willen, puur vanwege mijn werk. Dus dat schilderen, om te schilderen is dadelijk net iets te klein. Maar muziek maken en zo, dat kan tegenwoordig gewoon on the spot. Ja. Als je goede microfoons hebt enzovoort. En daarbij is de ruimte zo sfeervol. Het is een hele hoge ruimte met een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Dus ja, ik geloof dan niet dat ik dat snel zal inruilen. Nee. En hangt daar ook een bepaald soort creativiteit waar jij op kan intunen? Vanaf tappen? Je bedoelt in het pand zelf? Ja. Nou, nee, niet echt. Nee, het is niet een hele creatieve... Ik geloof niet dat het een hele creatieve community is. Okay. Maar het zijn geen kunstenaars enclave of zo. Dus het is niet zo dat creativiteit op bepaalde plekken eerder ontstaat dan... Je hebt toch mensen die gaan zitten jammen met elkaar en zo. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk ook kunstenaarsateliers. Ja. Je steekt elkaar wel aan op een bepaalde manier, denk ik. Ja, dat is daar niet zo heel erg aanwezig, die kunstvibe, zeg maar. Ja. Maar ja, de kunstvibe die ontstaat natuurlijk, als je het hebt over wat van plekken die ontstaat, dan is het natuurlijk in jou. Dus, het gaat niet om de locatie. Nee, het is gewoon, je kan ook in een of andere flat zitten en dan ben je ook creatief. Dan ga je ook gewoon vanzelf dingen doen en ondernemen. Dat zit gewoon in de mens, denk ik. En hoe wek jij die creativiteit in jezelf op? Niet, die creativiteit die wekt mij op. Oh, wacht, dat moet je even uitleggen. Ja, nou goed, het is gewoon... ik word gebruikt, zo voelt het, zeg maar. Als instrument? Ja, ja. Ik krijg gewoon af en toe aanzetjes, textueel of qua muziek of qua ideeën. Heel vaak 's ochtends, als ik net wakker ben, of soms ook gewoon 's nachts. En dan, dat zijn dan echt dingen waar ik dan gewoon automatisch ook mee aan de slag ga. En soms dan is het klaar en dan denk ik van, hé, maar wacht even, dit is eigenlijk gewoon... zo van... Dit heb ik gemaakt of zo. Dit is uit mijn woord gekomen. Maar het zijn een soort cadeautjes of zo. Ook gewoon qua concept. Maar hoe weet je nou of iets een goed idee is? Dat is een goede vraag. Want ik heb ook 101 ideeën op een dag, Erik. En ja, eigenlijk kun je daar toch wel minimaal 90% gewoon van weggooien. Want het zijn niet, zitten dingen waar je denkt, ja, die zijn er al. Of dat duurt te lang. Of dat is niks voor nu. Ik denk dat het, kijk, een idee is een concept. En ik heb het hier meer over een soort inspiratie. En dat zit eigenlijk nog voor het concept. Oh ja. En dan is er gewoon eigenlijk de needs. Of het welzijn. Wat voortkomt uit de uitvoering ervan. Dus op een gegeven moment heb ik een bepaald muzikaal thema te pakken. Of een bepaald gedicht dat ik op muziek wil zetten. En dan is het bijna net alsof... Het is gewoon heel bevredigend om dat dan ten uitvoer te brengen. En die energie die dat geeft, die legitimeert dan bijna, zeg maar, de handeling. Ja. Maar als ik misschien stapjes terug zou doen en er heel conceptueel naar zou gaan kijken, dan zou ik denken van, ja, misschien moet ik het allemaal niet doen, want de doelgroep dit of zus, of wie zit er nou op te wachten? Ja, ja, ja. Want met als gevolg dat er waarschijnlijk niks gebeurt. Dus ik vaar echt wel een beetje op mijn intuïtie dan. Ja. En even waar mensen jou van zouden kunnen kennen. Wij zijn in contact gekomen dat ik altijd vreselijk moest lachen om de strip. Mag ik het strip noemen? Ja, toch? Wat? Cartoon. Ja. Gnoe.
En neem lekker even een slok van je thee. Die stond in de Panorama, geloof ik. Ja, ja. Jarenlang. Inmiddels niet meer. Nee. Genoe is gestorven of gewoon even in ruststand? Nou, Genoe was eigenlijk wel best wel een cynische grappenmaker. En die is wel een beetje gestorven, ja. Door de tijd waar we nu in leven? Nee, door die ervaring waar wij het over hadden. Ja, spirituele ervaring. Gesprek, ja. Ja. Waardoor ik de wereld eigenlijk... Leuker vond. Ja, maar ook gewoon snap dat als ik hem cynisch benader, dat hij ook cynisch naar mij terug reflecteert. Ja. Dus dat wat ik zie is dat wat ik ben, zeg maar. Dus ja, dan kun je wel de hele dag cynisch lopen zijn en cynische grappen maken, waar natuurlijk een enorme markt voor is ook. Maar of ik daar zelf echt gelukkiger van word, dat betwijfel ik. Is het interessante? Dat wat ik zie, dat is wat ik ben? Ja. Een depressief iemand ziet een depressieve wereld. Daar kan ik me dan nog iets bij voorstellen, maar... De roze bril, als je verliefd bent, zie je natuurlijk alleen maar leuke, blije mensen om je heen. Is het dat? Ja, het is steeds de bril die je op hebt, ja. Daarom is het ook heel maf, want we hebben allemaal verschillende brillen op. En in spiritueel opzicht, of hoe je het ook wil noemen, of psychologisch opzicht. We hebben allemaal verschillende brillen op en we zien verschillende dingen. En dan gaan we vervolgens met elkaar in discussie. Van, ja, maar het is zo. En dan zegt die ander, ja, nee, maar het is zo. Ja. En dan, oh ja, wacht even, dan val ik even, ik val je land binnen, weet je, want het is namelijk zo. Ja, 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 ja. Maar we hebben gewoon allemaal verschillende brillen op, dus je zou kunnen zeggen, we hebben allemaal gelijk. We hebben allemaal gelijk en het maf is, we proberen dan misschien iemand anders te overtuigen, wat ik hier misschien ook wel doe. Terwijl, ik zie, als je alleen maar jezelf ziet, dan, wie is er dan nog te overtuigen? Weet je? Ja. Dat is gewoon, je hebt gewoon gelijk, het klopt. Je zegt, ja, maar de wereld is kut en het is allemaal slecht, het fascisme neemt toe en weet ik veel. Ja, kennelijk klopt dat dus. Want dat is wat jij ervaart en zoals jij het ziet. Ja. Maar er zijn nog heel veel andere mensen die ervaren het heel anders. En die zien het heel anders. En er zijn er ook nog mensen die gelijk zijn. Wij vinden dat de wereld kut is. Ja. Wij vinden dat de wereld zus moet of zo moet. Dus die mensen komen gewoon bij dezelfde opticien. Ja. Die hebben dezelfde bril op. Nou, wezenlijk. Ja, voor een deel, ja. We zeggen ook, vanuit mijn optiek, zeggen we altijd, hè? Ja. Vanuit mijn optiek dus. Maar kan ik ook jouw bril nu... Zouden wij nu van bril even kunnen wisselen? Nee. Dat kan niet. Nee, dat gaat echt niet. Nee, dat is gewoon, ik denk dat gewoon een soort bewustzijnstoestand is waar je in zit. En misschien... Kijk, feitelijk kan ik niet eens zeker weten of jij wel bestaat. Dus misschien kan ik zelfs niet eens zeker weten of ik zelf wel besta. Ik weet alleen dat dit wat ik beleef, dat vrij uniek is. Dat ik dat niet kan wisselen met jou. Mm-hmm. Want dan zou je mijn geschiedenis moeten hebben. En dan zou je mijn ogen en mijn lichaam moeten hebben. En kortom, dan zou je mij moeten zijn. Ja. En misschien bewustzijn technisch ben je dat misschien ook al een beetje. Maar goed, er zit natuurlijk ego en geschiedenis en lichaam. Leeftijd. Die het vertroebelen, leeftijd en alles, noem maar op. Uit welk gezin kom jij? Ja. Ja, we gaan meteen lekker de diepte in. Daar hou ik ook wel van. Jij hebt ook een aantal dingen gemaakt die je tegen de non-dualiteit aanschuren. Of is het gewoon pure non-dualiteit? Zoals bijvoorbeeld de grote verpester. Laten we die er eens even bij pakken. Wat is dat, de grote verpester? Nou, het is in ieder geval een website, degroteverpester.nl. Maar de grote verpester is eigenlijk gewoon dat wat hij zegt. Weet je, nou, hij is gewoon de grote verpester. Hij verziekt alles. Hij verziekt alles, ja. En wie, wat is dat dan? Dat is in principe een benaming die je kunt geven aan ego. Niet aan die bril dus? Nee, niet aan die bril. Oké, ego. Ego, ja. Want die bril, je kunt inderdaad via je ego kijken ook. En dan is het ook een bril. Maar ego is gewoon een bedachte persoon eigenlijk. Waar je mee identificeert. En waarvan je dus denkt dat je die bent de hele tijd. Met als gevolg, met heel veel gevolgen natuurlijk. En een van die gevolgen is dat je de wereld gaat verdelen in goed en fout. En afijn, dat is de bron van alle ongemak eigenlijk. Ja. De grote verpester. En wat vind ik op die website? Daar noem je daar voorbeelden? Het is getekend ook, hè? Nee, het is wel illustratief is het wel. Ik heb wel beelden gebruikt uit mijn tekeningen en dat soort dingen. Maar ik heb het eigenlijk ik heb een tijdje corona gehad en toen ging het even zo slecht met hartkloppingen en kortademigheid dat ik echt dacht van dat ik niet lang meer had. Toen dacht ik van, nou, wat zou ik dan nog, voordat ik nog een half jaar heb, wat zou ik dan willen achterlaten zo? Oh, echt je levenswerk? Nou, niet mijn levenswerk, maar ik dacht van, ik heb wel bepaalde inzichten gehad, zelfinzichten, waar misschien mensen wat aan hebben. Mm-hmm. En jongeren ook, omdat ik ben altijd wel begaan met jongeren, omdat je ziet gewoon vaak dat ze aan het knoeien zijn waar jij ook vroeger aan het knoeien was. Ja. En je ziet dan ook mogelijkerwijs waar het mis kan gaan of wat enzovoort. Dus ik dacht van, nou, ik ga het dus heel compact opschrijven op een website. En dan mocht ik het loodje leggen, dan,
Is dat er nog? Dan is dat er nog. Dan heeft daar misschien iemand nog wat aan, zeg maar. En toen heb ik het voor jongeren eigenlijk een beetje zo vrij toegankelijk opgeschreven eigenlijk. Ja. En helpt het? Wie helpt wie? Nou, helpt deze website de jongeren? Heb je wel reacties gehad van mensen die zeiden... Hey, nee, dat is altijd lastig met een website natuurlijk. Ja, precies. Maar jawel, ik kan het soms ook wel zien. Ik heb wel een paar feedbacks, wat feedback gekregen. En ik heb natuurlijk ook wel met jongeren gewerkt, 3 jaar. Hoogbegaafde jongeren die helemaal vastlopen in het leven. En die denken dat er iets aan hen mankeert, zeg maar. En terwijl dat is helemaal niet het geval. Ze passen alleen niet in het systeem. Ja. En dat is op die website leg ik dat ook een beetje uit van... je hebt gewoon vierkantjes en rondjes. Zo versimpliceer ik het even. Mm-hmm. En de meeste mensen zijn vierkantjes, even makkelijk gezegd. En dus we leven in een wereld van vierkantjes. Ja. Maar er worden af en toe ook rondjes geboren. En dat zijn gewoon dat zijn de kunstzinnige, de kleurrijke, meestal de hele gevoelige kinderen. Ja. En die passen gewoon niet in dat systeem. En dat merken ze eigenlijk al... Bij een eerste schooldagen en bij een opvoeding. En dan gaan ze zich aanpassen en dan ga je maar proberen toch een beetje vierkanter te worden. En je gaat denken dat er iets niet aan jou niet klopt. Dat je een mislukt vierkantje bent. Want je kunt wel proberen een vierkantje te zijn, wat mij ook heel lang gelukt, zogenaamd gelukt was. Ja. Van, kijk eens mama, ik ben een vierkantje. Ik doe mee. Maar dan word je niet gelukkig, want je bent toch een rondje. Weet je bent toch een beetje gevoelig, je bent muzikaal, of je zit gewoon net aan die andere kant. En die zijn ook heel belangrijk, die rondjes, voor een samenleving. Omdat zij bewegen zich doorgaans op een grensgebied. Ze bewegen zich niet op plekken waar het commercieel is of waar het noodzakelijk is. Juist niet. Waardoor een samenleving ook gewoon groeit en verandert. Dus ze zijn in principe heel belangrijk ook voor een samenleving van vierkantjes. Heb je gewoon rondjes nodig. Anders dan staat het stil en dan stort het in elkaar. Dan rolt het niet verder. Nee. En hoe ontdek ik of ik een rondje ben? Ja, dat weet je ergens wel een beetje. Ja? Jawel, dat weet je. En er zitten natuurlijk allemaal vormen tussen. Je bent niet of een vierkantje of een rondje. Er zitten allerlei grensgebieden tussen. Maar meestal ben je gevoeliger. Je bent wat meer uitgezoomd in dingen. Je is vaak wat introverter bij je. Creatiever. Eigenlijk het gemene delen is wel dat je vaak wel gevoeliger bent. Van, Zit hier twee rondjes? Wat denk jij? Denk wel. Ja. Ja. Dus daarom klikken wij ook zo goed. Ja, herkent het ene rondje het andere rondje? Ja, zeker. Ja? Ja, meteen. Ja. Dat is toch wel weer handig. En in relatievorm, zou een rondje het beste een relatie met een rondje kunnen beginnen of met een vierkantje? Dat is een beetje, is het complementair of niet? Het kan allebei natuurlijk. Je kunt prima met een, het is natuurlijk wenselijk om... Kijk, in de liefde, waar er een wens is, is er ego. Dus als ik als rondje graag een rondje wil, dan is mijn ego wil dan ook een rondje. Want die houdt ook van die muziek en die is ook lekker gevoelig enzovoort. Maar als ik echt heel veel liefde voor een persoon voel, dan maakt dat volgens mij niet zoveel uit of het een rondje of een vierkantje is. Nee. Dan werkt dat wel. Ja. Je hebt ook een film gemaakt over non-dualiteit, hè? Die heet Los. Ja. Staat nog steeds op YouTube. Ja. De liedjes daarvan staan ook op Spotify, lieve mensen. Ja, of moet eigenlijk zeggen, lieve luisteraar, want je luistert met een paar oren tegelijk, maar soit. Ik vind het heel sfeervol, heel mooi. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe dat ontstaan is? Of is dat secundair? Doet dat er niet toe? Nee, dat is eigenlijk juist wel belangrijk, omdat ik dan een soort... ik vind dat toch lastig om het een naam te geven, maar ik heb een soort zelfrealisatie-ervaring gehad. Ja. En met als gevolg dat er dingen die je mijn hele leven lang niet durfde en die ik eng vond, in één keer weer vrij waren om naar boven te borrelen. Wat bijvoorbeeld? Liedjes maken. Oh ja. En zingen. Ja. En gedichten maken. En natuurlijk had ik ook iets ontdekt door dat inzicht wat ik had gekregen. Dus dat ging als vanzelf eigenlijk. Al die liedjes en die gedichten die kwamen eigenlijk, dat ging echt allemaal vanzelf. Daar hoefde ik helemaal niets voor te doen. Nog steeds niet. Het borrelt zo af en toe, borrelt er iets op. En dan vervolgens geef ik het vorm aan de hand van een gitaarliedje. Maar ook gewoon met beats of met gewoon spoken word. Ja. Allerlei dingen. Treed je er ook wel eens meer op? Of is dat nog een brug te ver? Nou, ik heb het al een paar keer gedaan. Maar dat vind ik nog lastig. Ik vind het lastig om te performen. Ja, dan ben ik toch wel zenuwachtig. Dan merk dat ik dan toch wel zenuwachtig ben om het te performen. Dus ik zit hier niet met de nieuwe Spinvis. Want daar vind ik jou wel wat van weg hebben qua experiment. Mentaliteit en gebruik van alles door elkaar heen. En... Nou ja, goed, ik heb Spinvis een paar keer gezien. En dat is wel een hele professionele jongen die ook wel echt
zeg maar, muziektechnisch ook heel goed is, zeg maar. Ik ben daar niet zo heel veel mee bezig. Ik werk echt puur vanuit de muziek en ik zie wel eigenlijk wat er gebeurt. En ja, YouTube is gewoon een goed kanaal voorlopig, omdat... En ik werk wel aan performance, ik ben er wel mee bezig. Dus in die zin dat ik ken mijn repertoire helemaal uit mijn hoofd. En ik kan dat ook nog wel uitbouwen met allerlei andere dingen. Dus dat is nog een beetje in de maak eigenlijk. Je maakt dus nog muziek? Ja, heel veel op het moment. Ja. En wordt dat uitgebracht? Nou, ik heb dat voorzichtig wel eens links en rechts wat mensen benaderd. Maar daar is nog niet echt iets uitgekomen. En ik probeer het zelf zo professioneel mogelijk te produceren. Dus met de juiste middelen. En het maken vooral. Ik maak zelf ook video's erbij en zo. Dat vind ik echt wel het belangrijkste. En kijk jij dan niet stiekem, net zoals ik iedere keer naar de luistercijfers van deze podcast kijk, naar hoe vaak het bekeken wordt en natuurlijk. Zo? Ja, natuurlijk. Maar ik ben gewoon niet zo heel goed om mezelf te verkopen. Ik vind het lastig. En iedereen is aan het gillen. En iedereen is aan het roepen. Zie mij en aandacht en dit en dat. En ik ben een man van 57. Ik maak Nederlandstalige liedjes. Ik kan niet op tegen een sexy meisje van 16 met interieurtips. Dat gaat gewoon niet. Op TikTok. Ja, weet je, dat is gewoon. En dan moet ik daar helemaal. Dan moet ik een cursus gaan. Weet je, er zijn een hoop dingen waar ik aardig mee wegkom. Maar dit vind ik lastig altijd. Dus ik ben niet zo. Marketingtechnisch. Nee, ik ben niet zo handig. Heeft dat niet ook ermee te maken dat jij je ego gewoon beteugeld hebt? Want ego wil altijd op de voorgrond staan. Ego wil likes, views, nog meer abonnees. Ja, nee, maar vergis je niet. Hè? Ego wil ook, durft dat ook niet. Nee, je hebt, zoals ik het zie, heb je twee soorten ego. Je hebt zeg maar het zich kleiner makende ego. Oh ja. En het zich groter maken. Opblazen. Ja, en het jezelf laten zien. En weet je wat sommige mensen heel goed en heel professioneel toepassen. En waardoor ze ook echt aandacht krijgen. Dat is één kant van het verhaal. Maar ik zit gewoon, denk ik, iets meer aan de andere kant van het verhaal. Ja? Ik vind het toch wel een beetje spannend ook. En ik vind het. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Zo voordat ze in één keer een spotlight op je. Ja? Zo van, zou dat eng zijn? Ja, dat is waar ik mijn hele leven onder geleden heb, zeg maar. Dat deel van mijn ego heeft mij altijd. Dat is ook de reden waarom ik allemaal liedjes ben gaan maken en ben gaan zingen nadat dat gebeurd is. Ja. Dat ik daar, dat in één keer weg was, zeg maar. Maar dat zit er nog. Dat is een beetje de blauwdruk. Het zit een beetje in je systeem. Kreeg jij vroeger altijd te horen dan van hou je eens in of hou je mond of ga maar daar zitten? Of... ga maar daar zitten. Ja, weet je, dat gebeurde natuurlijk ook. Hè. Net hier toen ik binnenkwam. Dat begon ik ook alweer. Daar zitten, nu. Nee, maar is het iets, heeft het zin, laat ik het dan breder vragen, om te onderzoeken waar dat vandaan komt, dat je jezelf zo kleiner maakt? Of heeft iedereen dat mechanisme ook in zich? Ja, dat iedereen heeft natuurlijk een ego. Dat is iets wat je aanleert eigenlijk op het moment dat je leert. Ik stel me zo voor dat als je een baby bent, dan weet je niks. Dan heb je geen woord, dan weet je niks. Dus dan zit alles aan elkaar vast. En dan binnen die ervaring zijn er dan vormen die bewegen. En dat is een vorm die roept dan... En dat blijkt dan jouw naam te zijn. En in één keer denk je van... Oh, maar wacht, ik ben dus iemand. Kijk maar, want ze noemen mij zo. En er is dus een verschil tussen mij en de wereld. Ja. En dus daar begint dat ego. En als je gezond wordt opgevoed in dat opzicht... Dus als je dus zeg maar in bepaalde emotionele ontwikkelingsfase... De eerste, wat ik ook op mijn werk leer trouwens... De juiste dingen krijgt aangereikt... Dan ontwikkel je een gezond ego... Wat op een gezonde manier zenuwachtig is voor een rijexamen of wat voor. En als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook. Dus in die vroege ontwikkelingsfase je bepaalde dingen niet krijgt. Dan gaat dat ego compenseren. En dat ego kan dus compenseren door zich op te blazen. Want kijk mij eens. Ja. Wat eigenlijk voortkomt uit een gevoel van niet gezien worden en minderwaardigheid eigenlijk. Of het gaat compenseren door heel sociaal wenselijk te worden bijvoorbeeld. Ja, heel codependent en heel te gaan aanpassen. En, maar het is allebei ego. Ja. Alleen het ene ego is heel verlegen en het andere ego is heel brutaal. En wat je dan ziet is dat het brutale ego en het verlegen ego... zich ook altijd tot elkaar voelen aangetrokken in relaties. Dat zie je heel vaak. Ja. Opposite attract. Ja, het ego wat grenzen overschrijdt... zoekt meestal een ego wat makkelijk over de grenzen heen laat gaan. Ja. En dat is misschien ook wel... Opdat ze uiteindelijk ze bewust worden en elkaar ergens in het midden tegenkomen. Zo. Heb ik hier op deze plek ook wel eens iemand gehad. Een oude wetenschapper van 87 of zo. Dus nog 30 jaar ouder dan jij. En die beweerde gewoon, Patrick, alles in het leven is seksuele selectie. Iedere handeling... Selectie. Ja, seksuele selectie. Dat wij hier nu ook weer zitten is alleen ons genenpakketje. Wat toch wel even wil laten zien. Wat voor een mooie donkerbruine stem wij hebben. Hoe goed wij uit onze woorden komen. Ja. Kortom, neem mijn zaadjes. Ja, ja.
Geloof je daarin? Nou, maar op een biologisch level wel. Maar we zijn natuurlijk meer dan alleen dat. Ja. Kijk, als we alleen maar lichamen zouden zijn, dan zou je bij wijze van de eerste de beste vrouw achter op de fiets springen en de bosjes in sleuren. Dat doen apen ook. Dat deden ze vroeger natuurlijk. Nou, wie weet. Ja. Dat, maar nu ook bijvoorbeeld de muziek die jij maakt en zo, is dat niet ook allemaal zie mij, hoor mij, pak mijn genenpakketje over? Pak mijn genenpakketje over. Dat is gewoon leuk voor een nieuw liedje. Carnaval zit. Ik bedoel het serieus. Het is geen waardeoordeel, want ik zit met net hetzelfde probleem. Dat is een bijvangst eigenlijk waar je misschien wel voor moet oppassen. Omdat het integere deel, wat echt uit de inspiratie voorkomt en zo. Ja, daar kun je misschien achteraf van zeggen, dat is ook om de vrouwtjes te lokken en zo. Ja. Maar voor mijn idee komt het meer voort uit een betrokkenheid en uit een spontane intuïtie en inspiratie. En als dan blijkt dat dat aanslaat, dat mensen dat leuk vinden, dan kun je meteen denken van, oh, maar wacht eens even, dan zitten er misschien ook een paar leuke meiden bij. Maar dat doet onrecht aan het product eigenlijk. Oké, of er is misschien verschil tussen inderdaad mensen die alleen maar lopen te roep toe te rijden en iemand die iets met liefde maakt. Maar ja, jij toont wel je talent daarmee. En je valt wel ook automatisch toch weer meer op dan je buurman die geen liedjes op YouTube zet, hè? Nee, maar ja, dat kun je afvragen van, kijk, er zijn heel veel mensen die vallen nooit op. En die werken keihard en die bekinderen en die zorgen ook nog voor mensen in de buurt. Ja. Weet je wel? En die komen nooit in een talkshow en die zijn niet creatief. Ja, wat is dat wij dat dan wel zo graag willen? Nou, ik weet niet of we dat graag willen of zo, maar het is meer van, wij horen tot die rondjes, zeg maar. Dus wij... Je kan niet anders. Nee, we makkeren mee de slag bij Waterloo vanuit kikkerperspectief. We hebben geen idee waarom. En dan staat er in één keer een kamer op. Want dan komt het in de plaatselijke krant. Ja. En er zijn misschien ook mensen die echt die aandacht nodig hebben. Die dat echt vanuit die aandacht doen. Maar ik denk toch dat je gewoon ik voel me een doorgeverluik. Ja. Maar daar schaar ik jou ook niet onder. Ik zeg niet dat jij... Maar ik was gewoon eens benieuwd hoe jij dat zag. Want als je inderdaad sec alleen maar zou denken van... Dit is gewoon een biologisch machientje wat zich wil voortplanten, punt. En het grijpt gewoon alles aan wat het aan talenten heeft... om maar zoveel mogelijk op te vallen bij de andere seksen. Ja, dan worden we inderdaad gereduceerd tot een soort robot, een machine. Nu zijn er ook mensen die beweren dat dit hier een droom is, hè? In non-dualiteit. Hè? Dat we eigenlijk feitelijk gewoon, dat net als je vannacht ligt te dromen... droom jij nu gewoon dat je Erik bent, ik droom dat ik Patrick ben. Interessant, ja. Ja, ik ga er ook altijd wel op aan. Wat kan jij daarmee? Je kunt in ieder geval stellen dat als je droomt, wat veel mensen weten dat, die dromen, dat je overtuigd bent in een droom. Dat echt is. Dat het echt is. Ja. En dat ben je dus nu ook. Ja. Nu ben je ook overtuigd dat het echt is. En als je het gaat analyseren, nou, die droom, dan hebben we al heel snel van, ja, want we worden wakker, dus dat is sowieso niet echt. Maar als je dit gaat analyseren, dan kom je er ook achter dat het niet echt is. Want als je kijkt naar de wetenschap, die echt heel erg hun best doen om te onderzoeken van wat is dat nou eigenlijk? Ja, materie. Materie, die kwam ook nergens uit. Hmm. Ja, dat zijn deeltjes, die zijn zo klein dat we eigenlijk niet eens zeker kunnen weten dat ze wel bestaan. Ja. Ja. En dat verandert ook nog eens de hele tijd. En ze kunnen op twee plekken tegelijk zijn. Dat is ook iets heel geks, hè? Schijnbaar, weet niet. Is dat zo? Ja, dat wordt gezegd met de kwantumfysica, dat een deeltje, ja, dat kan zich opsplitsen en dan is het op twee plekken tegelijk. Weet ik veel wat ze allemaal... Maar als we het puur even filosofisch bekijken, hè, dan wat impliceert dat dan? Als we stellen even, dit is een droom. Als ik vannacht ligt de droom dat ik Napoleon ben, heb ik ook niet de keuze om ineens een andere wereldheerser te worden. Dan is me dat opgedragen, als het ware. Hè. Wordt dit gewoon bepaald dan door een hogere macht wat wij nu aan dromen zijn? Een hogere macht dan wat? Ja, weet ik niet. Gewoon, dan zou je bijna kunnen zeggen, we zitten in een of andere... Elon Musk zegt dat dit een simulatie is. Hè? Denk je, ja, dan is het toch ergens een of andere buitenaardse beschaving die deze simulatie geprogrammeerd heeft. Ja, maar dat veronderstelt dat er buiten ons een andere wereld is. Ja, dat er nog iets... Ja. Dus zeg maar wie moet die wereld dan beleven? Dus de vraag is altijd van... voor wie is die andere wereld er dan? Ik denk dat daar de grootste misvattingen van de mensheid op dit moment ligt. Is dat er gewoon niet... Dat hij ervan overtuigd is dat er een wereld is buiten hem. Ja, daar gaan we wel van uit. Ja, maar dat is gewoon een illusie natuurlijk. Want, omdat door wie wordt hij dan beleefd dan? Ja, door iemand anders. Dus als jij er niet bent. Ja. Dus dat telt toch niet? Jij bent toch degene die beleeft? Ja. Als jij er niet bent, dan ben je er niet meer. Dan is het weg.
Dan kun je wel zeggen, ja, maar dan is er nog een... Hoe weet je dat dan? Ja, nou ja, een gokje. Dat... Ja, je ziet andere mensen die gaan op dood, zeg maar. Die overlijden en dan... Maar de wereld is er nog. Ja. Wiens wereld is er nog? Nou, mijn wereld. Ja. Ja, maar je weet niet of dat... Je weet in ieder geval dat het niet dezelfde wereld is... als de wereld van die meneer die daar loopt of die mevrouw. Dus het is een soort van... Stel ervoor dat er al die mensen en al die geschiedenis en al die verhalen... en dat hele rattenplan, dat het gewoon alleen jou is toebedeeld. Dat jij gewoon een bewustzijnsvorm bent waar dat zich allemaal in plaats... waarin dat allemaal plaatsvindt. En ook die andere mensen allemaal. En ook dat idee dat er zogenaamd een andere... vindt allemaal binnen dat gewoon bewustzijn plaats. Wauw, wel groots. Het voelt heel groots aan of zo. Maar laat ik je dan nog een wat concreter voorbeeld vragen... heb jij er nu voor gekozen, Erik van Os, om helemaal vanuit Te Bergen naar Vinkeveen te rijden? Of gebeurde het gewoon in de droom? Ja. Dat is altijd een mooie vraag. Ja, waar ik eigenlijk al iets mee insinueer, maar goed. Nou ja, binnen die droom vindt dat gewoon plaats. Ja. Binnen de droom vindt dat plaats. Ik kan zeggen van, ik moet naar het toilet, ga even naar de wc. Is dat omdat ik dat besluit? Of is dat omdat mijn voorouders 1000 jaar geleden met elkaar tegenkwamen... dachten van laten we ze lekker met elkaar van bil gaan. En, anders was je er nu ook niet geweest. Niet geweest, had ik niet. Ja. Dus ja, ik geloof dat ik Sam Harris wel onderschrijf. Zijn manier van kijken naar dat soort zaken. Hij heeft een boek over de vrije wil. Heeft daar ook een podcast over. Hè? Ja, mooi. Ja, dat, maar oké. Okay. Ja, dan komen we op iets interessants. De vrije wil. Maar dat impliceert dus ook meteen dat er dus eigenlijk geen schuld is. Hè? Nee. En we leven in een maatschappij waarin we constant elkaar aan het afrekenen zijn op alles en nog wat. Maar die schuld, dat het geen schuld is, heeft een andere aanleiding, denk ik. Want dat is wel interessant. Een interessant thema. Want ik denk eigenlijk dat het bewijs van de onschuld ligt in het feit dat het delict wordt begaan. Immers, als je wetend zou zijn, dan zou je het delict, whatever that may be, nooit begaan. Want je weet wat de gevolgen zijn. Je weet wat de gevolgen zijn. Ja. Voor jou en voor iemand anders misschien. Of voor, weet je wel. Dus, dus als iemand willens en wetens een misdaad begaat... betekent dat alleen maar dat hij volkomen onschuldig is. Want als hij het echt had geweten, dan had hij het niet gedaan. Maar ja, wij willen natuurlijk genoegdoening. En wij willen gewoon bescherming en noem het allemaal maar op. Maar strikt genomen zou je dat kunnen zeggen... dat er gewoon geen schuld bestaat. Een bevlieging. Ja, ik weet niet. Het is schuld. Het is gewoon... het is een manier om het ego voor genoegdoening, denk ik. Ja. Om gewoon iemand de schuld te geven. Want er is iets ergs gebeurd en dan moet iemand de schuld hebben. En vergis je niet, het ego zoekt een schuldige. Hè? Dat zie je gewoon heel constant. Erg. Constant. Voortdurend. Daarom ook met die coronacrisis. Dan zag je dat heel snel gewoon partijen ontstonden in de samenleving. Ja. De wappies en de wokies. En die, weet je, dat is gewoon... Het vingerwijzen begint dan. En als de druk heel erg toeneemt, zoals in de oorlog... dan krijgen de vreselijkste toestanden gewoon... Mensen gewoon elkaar enorm de schuld geven. En elkaar gewoon uitmoorden enzovoort. Jan van Delden zegt erover... het zal hier altijd Ajax-Feyenoord blijven in de droom. Dat is nou eenmaal gewoon hoe dat functioneert. Samsara. Ja? Ja. Samsara is daar is een film van. Je bedoelt de droom... Nee, de het gevecht. Samsara, dat is een term uit boeddhisme. Dat betekent gewoon... dat is eigenlijk gewoon de kringloop van lijden eigenlijk... die het leven is... En waarin er natuurlijk hard wordt aan de weg wordt getimmerd om daaraan te ontsnappen door meditatie en zelfrealisatie, noem maar op. Maar dat lijden of leven gewoon altijd lijden is. Ja, dat zei Boeddha, leven is lijden. Ja, omdat dat lichaam dat rot gewoon weg waar je bij staat alleen al. En je moet voortdurend, kijk, als je die dingen niet leert, dan is het alleen maar pijnlijk. Als je gewoon niet leert om los te laten en als je niet leert dat het misschien niet bestaat. En dan is het leven gewoon sowieso een lijdensweg. Als je jezelf sec als lichaam ziet. Ja, sowieso. Als je onwetend bent eigenlijk, ja. Ja. En we zitten nu, als we dit opnemen, in carnavalsperiode. Ik zat er gisteravond nog eens even over te mijmeren. Ik las in een krant dat een aantal mensen hadden gezegd... het is de gelukkigste tijd van het jaar. En toen dacht ik, ja, komt dat misschien ook omdat mensen dan... op dat moment even hun ik-jasje aan de kapstok hangen... en een ander jasje aantrekken? En dat ze eigenlijk hunzelf niet meer hoeven te zijn die paar dagen. Ja. Is dat het? Ja, dat zou wel... Zeker, de regels gaan los, lekker bier drinken, de moraal is minder. Ja. Dus mag je even een week stiekem de gek uithangen. Ja, of dat is het ook, hè? De nar uithangen. Ja. Ik was onlangs op een firma werk op een bijeenkomst in Husum, een carnavalsbijeenkomst. En ik moet zeggen dat ik me echt kostelijk heb geamuseerd. Ja? Was je ook verkleed?
Nee, dat niet. Nee, ik was daar in charge. Oh ja, maar, ja, tuurlijk. Maar ik had me in principe wel kunnen verkleden. Ik vroeg me ook af van waarom. Eigenlijk had ik me ook. Ja. Want je moet gewoon je ego ook afleggen. Weet ja. Je kunt niet waardig zijn met zo'n ding op een. Een polonaise lopen. Nee, natuurlijk niet. Je moet je ego. Ja, dus je zelfbewustzijn gaat uit met carnaval eigenlijk. Nee, je zou niet zelfbewust zijn. Nee? Je ego. Je ego is iets anders volgens jou. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat is heel wat anders. Ja. Zelfbewustzijn is gewoon dat je je bewust bent van je ego. Zo is het tenminste. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval, je vergeet even wie je was. Hè? Ja. Of wat wie je dacht te zijn. Is het dan niet gewoon één grote verkleedpartij hier? Ik bedoel, ben jij nu niet gewoon het ene verkleed als Erik van Os en ben ik het ene verkleed als Patrick Kikken? Ja, we kunnen ook gewoon even wisselen. Ga ik de vraag stellen? Ja. Doe ik jouw bril op? Ja. En als ik even een gekke sprong, of gekke, dus misschien een logische sprong mag maken naar de tijd waarin we leven, waarin heel veel jongens een meisje willen worden, meisjes willen een jongen worden, vrouwen die hun borsten laten amputeren. Kun je daar nog iets in zien in waar we het hier over hebben? Dat je bent niet tevreden met jezelf, althans daar ga ik vanuit. Je wil een andere versie van jezelf worden. Ja, het is gewoon een fixatie van het ego op identiteit. Dat is eigenlijk wat er gebeurt van... En het opmerkelijke is eigenlijk ook dat het voortkomt uit een stroming die juist zegt van dat die altijd geroepen heeft dat identiteit of huidskleur er niet toe doet. Die nu dus heel erg bezig is om dat juist heel belangrijk te vinden. Zo van, wie zegt dat? Is dat een blanco heteroseksuele man? Ja, of is dat een... Dus huidskleur is in één keer weer belangrijk. Terwijl ik heb in de jaren 70 toch geleerd altijd dat het gewoon niet belangrijk was. En het gaat allemaal over identiteit. Identiteit, dus identiteitspolitiek. Ja. En wat, het is niet meer belangrijk wie iets of wat er gezegd wordt, maar wie het zegt. Ja. En wat je bent. Wat is, ik ben een weet ik veel, cisgender heet, weet ik veel wat ze tegenover allemaal niet. En dat is dan in één keer heel belangrijk. Ja, hoe je aangesproken moet worden. En je moet ook zo als zodanig erkend worden. En, terwijl ja, als je het gewoon tegen het licht van de eeuwigheid bekijkt, dan kun je zeggen van ja, dat is helemaal niet, het is totaal niet. Dus zoek maar eens uit wie je bent, weet je wel. En dat stopt echt niet bij ik ben een man of ik ben een vrouw. Of ik ben een... Maar zoek het dan ook echt uit. Ja. Ga er dan ook echt achter komen dat er niks is. Ja. Ga dan niet halverwege een station uitkiezen, station genderneutraal. En dan roep ik ben genderneutraal. Ja, ik stap hieruit. Ja, of ik ben een blanke of ik ben een zwarte. Zo. Ja. Oh ja, sure. Ja. En dan lig je dadelijk in je kist en hoe blank ben je dan? Ja. Of zwart ben je dan? Ja. Ja, wat ben je nou? Dan word je blauw. Ik verbaas me altijd over hoe belangrijk... seksualiteit erin gemaakt, of je seksuele voorkeur. Ik denk, ja, prima joh, ja, dan val jij op mannen. Maar waarom moet dat zo uitgedragen worden? En er wordt wel altijd gezegd, ja, dat komt omdat er nog zoveel verzet op is en zoveel mensen op veroordeeld worden. Ik denk, ja, maar vertel het dan niet. Waarom is dat zo belangrijk met wie jij in het bed ligt? Ik zeg toch ook niet de hele dag van, ik val op meisjes, ik val op jongen, oh, ik val op vrouwen van die leeftijd, wat dan ook. Waarom is dat? Ja, ik denk dat het ook een compenseren is of zo. Ik vind die status aparte ook maar af. Kijk, voor mijn idee, weet je wel. Er zijn allerlei soorten verschillende mensen, zolang de mensheid bestaat. Homoseksualiteit, al die vormen van seksualiteit. Zolang er mensen zijn, zijn die vormen er ook al. Dat is gewoon normaal, hoort gewoon bij de mens. Ja. Dus het zou niet zo'n status aparte behoeven. Het zou wat normaler mogen zijn. Ja. Ook dat er mensen zijn die, weet ik veel, die niet weten wat voor een gender ze zijn. Of die daar moeite mee hebben. Of die misschien wel een vrouw willen zijn. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat hoeft niet meteen zo'n status aparte. Zo'n toestand ermee. Want dat is ook helemaal niet goed. Weet je. Nee. Laat het in godsnaam normaal blijven ook. Dat dat zo is. En dat er mensen zijn die daarmee worstelen of die dat hebben. Ja. Het is al erg genoeg. Soms denk ik van je zult dat hebben. En dan komt er in één keer zo'n hele... Goed gemeente die er overheen gaat, die allemaal dat soort dingen gelopen roepen. Dan wordt het niet echt makkelijker van. En wat roepen die dan? Nou, dat hele woke gedoe. Ja. Stel voor dat ik zou twijfelen aan mijn geslacht of weet ik veel wat. Dan zou ik dat niet echt makkelijker vinden. Dat het op zo'n manier aan het voetlicht wordt gebracht de hele tijd. Het is meteen een heet hangijzer. Hè? Zou jij in deze tijd genoeg nog kunnen publiceren? Of zou je heel erg moeten inhouden? Nee, dat zou niet meer gaan. Nee, hè? Nee, die grappen die ik maakte tussen 2008 en 2017, geloof ik. Nou, kleine de Panorama zou die ook niet meer publiceren. Nee. Denk ik niet, nee. Want jij ging in op de actualiteit ook, hè? Ja.
Die zijn nu nog wel online op Facebook en zo te vinden. Of op Google afbeeldingen als je op GNU zoekt. Het publiceren van die grappen, was al geen uitgever geïnteresseerd was. Nee, dat is, want ik maak grappen over dikke vrouwen en over zwarte, over blanke. Ik heb moslims, ik heb overal grappen over gemaakt. Dus de cartoonisten nu hebben het niet makkelijk, hè? Nee, zeker niet. Nee. Ik zag een documentaire, die had ik je ook getipt van die man. Ik ben zijn naam even kwijt. Oppenheimer was het. Ja, Oppenheimer. Hij had een hele goeie over Erdogan trouwens. Ja. Over nu net weer naar de aardbevingen. Ja, echt een prachtige. Af en toe jeukt het nog. Hè? Dan denk ik van, zal ik nog even een cartoon maken? Maar, hij doet het wel onder zijn eigen naam. Jij had natuurlijk bewust een pseudoniem. Nee, dat was een gebbetje ooit. Nee. Ja. Met die grote neus. Hè? Maar GNU leeft dus wel nog ergens. Ik mis hem wel een beetje, hoor. Ja, nou, ik heb het laatste liedje gemaakt. Sip heet dat. En daar heb ik tekeningen gemaakt nog. Op de GNU-stijl. Oké, en die zijn in de clip verwerkt? Ja. En die staan op YouTube? Op YouTube, ja. Ja. Kan jij makkelijk samenwerken, Erik? Ik ben bang voor niet. En waar komt dat door? Ik heb best wel uitgesproken ideeën. En ik weet ook van hoe ik iets goeds in elkaar kan draaien, zeg maar. En dus bij bepaalde projecten vind ik het lastig, omdat ik gewoon weet wat ik wil. Dan heb ik liever dat als mensen samenwerken, dat ze gewoon precies doen wat ik zeg. Dan komt er iets goeds uit. Ja. Maar in andere situaties kan ik juist weer heel goed samenwerken. Zoals op mijn werk, dan ben ik ook met collega's. En dan ben je saai samen voor een product in dienstverlening. En dan, dat is heel ander, iets heel anders. Hmm. Dus als het om een creatief product gaat, dan... ik merk als er een professionele omgeving is, dan gaat het wel, ja. Ja. En met professioneel bedoel je gewoon organisatie? Nou, stel voor dat er iemand is die, die doet de geluidstechniek, maar dat is gewoon een professional. Ja. En iemand die doet, dan kan ik op zich goed met mensen samenwerken. Ja. Maar als het vaak een soort vrijwillige basis en die wil dit en die wil zus. En dan wordt het daar weer over gebakken, dat schiet allemaal niet op. En al dat vergader. Gedoe en zo, ja, dat vind ik lastig. Is dat een van de kenmerken van een rondje zijn, dat je gewoon, tenminste, ik vind het ook heel lastig om samen te werken. Want ik denk vaak al 4 stappen vooruit, is iedereen nog met stap 1 bezig. Jongens, kom op. 4. Ja, hyperindividuen. Die rondjes zijn allemaal wel... Heet dat zo, echt, ja? Nou, ik weet niet of dat... Maar dat zijn allemaal wel mensen die heel persoonlijk en individueel... Hun insteek is heel... dat is wel een van de kenmerken, ja. Dat het minder samenwerken of minder snel, ja. Ja. Maar er zit ook een soort uniekheid aan. Dat is ook belangrijk. Het zijn gewoon pioniers. Ze zitten ook gewoon aan de grenzen van alles. En een beetje te klooien. De meesten worden nooit beroemd of nooit bekend of wat dan ook. Maar dat geklooien, dat moet gewoon ergens. Want af en toe zit er een te klooien. En die vindt dan in één keer, weet ik veel, de smartphone uit. Of af en toe zit er eentje die... Of de airfryer. Ik heb laatst gehoord dat de man uit Almere de airfryer heeft uitgevonden. Nou, bedank hem iedere dag nog. Ja. Het zou wel leuk zijn als dat ook op de telefoon zat. Met een app of zo. Dat je met je telefoon kan airfryen. Nou, ga je gang. Hey, maar maakt jou dat nooit eenzaam? Ik heb soms wel eens een beetje dat ik denk, ja, weet je, dan zit ik hier thuis. Tuurlijk doe ik dan wel dingetjes die er nog niet zijn. Hè? Maar dan denk ik, ja, het was toch ook wel lekker geweest. Hier gewoon wat collega's bij het koffieautomaat. Dat je eens even lekker een gebbetje en even lachen. Hoe was jouw weekend? Nee. Ja, jij hebt dan nu die collega's op je werk. Maar... Ja. En ik ben gewoon niet meer eenzaam. Nee? Nee, dat is echt voor helemaal verdwenen. Sinds die zelfrealisatie? Ja, dat zit er niet meer in. Apart? Het is gewoon, sinds ik heb gezien dat er eigenlijk geen verschil is tussen mij en de rest, dan kun je dan nog eenzaam zijn. Weet je. Omdat het al één is. Het is al, ja. Je kunt niet. Eenzaam is alleen als je ervan overtuigd bent dat je een soort. Er zit een dramatisch verhaal altijd achter eenzaamheid, waarin jij alleen bent in de wereld. En dat is een heel dramatisch verhaal. Ook weer ego. Ja, zeker. Ja. Ja, want je denkt gewoon dat jij een persoon, dat jij je lichaam bent. En dat er allerlei nare dingen met jou gebeuren in een harde, boze wereld. Mm. En ik heb ergens toch al meegemaakt of beleefd dat ik gewoon, dat ik die wereld ben, zeg maar. En dat ik gedragen word en dat er eigenlijk niks aan de hand is. En niet dat ik er altijd zo kan leven, want ik ben natuurlijk gewoon mens. En ik ben af en toe, ik heb ook af en toe een slechte periodes. Maar dat hele elementaire, dat ik vroeger heel erg had trouwens. Die hele erg eenzaamheid en dat. Ik heb hem al niet meer gehad sinds 2014. Nee. En vind je niet saai? Ik vind leven bij tijd en wijle heel saai. Ja? Wat verdomme, het is toch steeds hetzelfde. Die seizoenen ook. Ja, ik heb weer zo'n seizoen. Ik ben bijna blij met die klimaatverandering. Ik denk, hè, gaat er eindelijk eens wat gebeuren? Ja, nee, ik vind het niet saai. Nee? Nee. Waar haal jij dan je... Kun jij de speciaalheid van de wereld nog zien?
Want als het dan toch allemaal maar een droom is. Maar de wereld. Ja, ja. Wat is de wereld? Ja, jouw wereld? Ja, nee, op dit moment... Welke bedoel je? Nou, ik ben nu op dit moment verheugd dat jij hier nu bent. Daar lift ik op mee of zo, weet je. Maar als jij straks weer weg bent... Ja, dan begint weer hetzelfde gezeik. Ook dat slapen, dat begint me ook zo te irriteren. Ja, maar dat is gewoon allemaal... Dat is ego en verstand. Ja? Ja, maar Patrick, hier. Ja? What the fuck, man? What the fuck? Stel voor dat je dit moet uitleggen aan een of andere alien. 100.000 lichtjaar hier vandaan. Wat wij hier hebben? Nee, gewoon dat je hier zit en dat de klok tikt. En dat het gewoon een saaie, druilerige zondagmiddag is. Precies. Zo saaie, druilerige zondagmiddag. Want snap jij er iets van? What the fuck? Ja. Ik heb altijd zoiets van, what the fuck is dit, man? Echt. Ben ik daar gewoon verwend, Erik? Dat ik gewoon al te veel in mijn 48 jaar op deze planeet, zogenaamd in de droom... Ja, misschien kijk je niet goed. Ik kijk niet goed. Nee, misschien moet je gewoon... Ik bedoel, hoe bijzonder is het gewoon? Weet je? We hebben er allemaal namen aan gegeven en zo. Maar het is gewoon... Ik heb altijd nog zo van, what the fuck? Ja, ik begin het heel saai te vinden. What the fuck? Maar hoe saai is... Hoe what the fuck is saai, weet je wel? Ja, ja, ja. Zelfs ja. Saai is gewoon dat je denkt van... What the fuck, man? Saai. Dat ik het saai kan vinden überhaupt. Ja, het is gewoon... Alles is gewoon... Ja. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. We hebben er allemaal namen voor bedacht en we hebben allemaal dit en dat, maar het is gewoon onvoorstelbaar. Maar hebben wij het hier in Nederland niet gewoon te goed? Ik bedoel, je zou ook kunnen denken, ja, dat ik gewoon... Ja. Weet je, ik hoef eigenlijk in principe niet veel te doen. Hè, om ik ga naar de winkel en haal je wat te eten. Weet je, zoals vroeger moest je gewoon overleven. Weet je, oh, Bear Grylls, die drinkt zijn eigen urine. Weet je, die staat aan de hele dag, anders overleeft hij het niet. Ja. Ik had bijna, als ik dan die berichten uit Turkije lees, natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Maar dat dan nog mensen na 14 dagen onder het puin vandaan gehaald worden, of 10 dagen. Dan denk ik, wauw, weet je wel, dan denk ik, hey, die gaat, hebben... Gaat ergens over, die, ja. die verveelt zich niet. Nee, die verveelt zich niet, die, nee. heeft over, die is aan het overleven. Ja. Dus dan denk ik echt van, ja, god, maar ben ik toch blasé ook... dat ik hier neem met mijn verwarming en mijn dingetjes en... weet je, gewoon eigenlijk te veel. Ja, dat kan. Het in ieder geval, het schijnt dat met mensen net zo is als planten... dat als ze net iets te weinig krijgen, dan doen ze het best. Ja, ja, ja. Als ze te veel krijgen, dan krijg je criminaliteit... Ja. dan krijg je drugsgebruik, verslaving, depressie en zo. Dan is eigenlijk een beetje de zin... Ja. Zin weg. Dus dienstplicht, wat jij net zei, op zijn minst sociale dienstplicht. Gewoon, ja, ik zou gewoon eens 1 of 2 dagen in de week met jou moeten meelopen. Ja, zeker. Dat zou heel goed zijn. Zeker voor jonge mensen, ja. Om ook even meteen even mee te pikken van, oh, wacht even. Deze mevrouw was ooit zoals ik. Weet je wel? Ja. Ik word waarschijnlijk ooit zoals deze. Dat kan, weet je wel? Dat je dat niet alleen maar... Ja, ik denk dat het wel goed is, zeker. Je ziet natuurlijk ook mensen die de eerste helft van hun leven wel gewoon functioneerden en een ongeluk gehad hebben. Ja, of dacht je dat ik een andere kant op... Nee, ik moest even lachen. Soms, maar die heb ik nu mensen niet in mijn... Ja. Want dat lijkt me helemaal, dan heb je het besef van, ik kan heel veel niet meer wat ik vroeger wel kon. Ja, op een gegeven moment zul je daar denk ik toch neer moeten leggen en dat gaat niet anders. En dat zal ongetwijfeld ook wel weer bevrijding opleveren. Ja. Want dat is natuurlijk wel een loodzwaar iets. Dat is ook iets waar mensen zelf moeten doorplegen en zo. Als dat niet slaagt of als dat niet lukt. Dus op het moment dat dat al niet meer hoeft of niet meer kan... dan zul je daar op een gegeven moment afscheid van moeten nemen. Ja. We hebben nog zo'n kleine 10 minuutjes. Ik zit de laatste tijd... Ik kijk heel veel documentaires. De laatste tijd zijn, weet ik niet waarom... maar er zijn ineens heel veel documentaires op tv over zelfdoding. Mensen die het gewoon echt niet meer zien zitten en psychisch te veel lijden en dan kiezen voor euthanasie. Zou iets als non-dualiteit, dat is dan meteen het eerste stemmetje wat in me opkomt, non-dualiteit deze mensen kunnen helpen? Dat ze dat ze het inzicht krijgen, natuurlijk. Van, er is een andere manier. Natuurlijk, ja, dat zou zeker. Ja, dat is een hele goede manier zelfs. Omdat op het moment dat je het besluit om zelfmoord te plegen, hè, dat is een ontzettend belangrijk moment gewoon. Je besluit namelijk alles op te geven. Ja. Dat is eigenlijk wat bij mij die zelfrealisatie heeft veroorzaakt. Is mijn besluit om er een eind aan te maken. Ja, jij wilde er ook uitstappen. Ja. Omdat, en op dat moment geef je dus alles op. Met als gevolg dat je gewoon verlost raakt. Ja, toch? Ja. Het feit dat je dus zeg maar alsnog een einde aan je leven maakt... betekent dat je eigenlijk dat je er nog niet hebt opgegeven. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer. Dus, en non-dualiteit is natuurlijk... Ja, het is natuurlijk vrij esoterisch en zo. Maar als het op een heldere en nuchtere manier wordt gebracht... zonder al die spirituele toestanden die ze er vaak omheen bouwen... dan kan dat zeker tot zelfinzicht leiden, ja. Ik denk dat het een heel belangrijk moment is. Als je dus echt besluit om het te doen...
dan ben je zo ontzettend dicht bij verlossing. Want je geeft gewoon alles op. Ja. Je geeft gewoon alles op. Dus waarom zou je nog langer zelf moeten blijven? Ja, je hebt alles al opgegeven. Ja, natuurlijk. Ja. Maar moeten we dan niet op de barricades? Het is nu nog een fictieve stichting, Non-Dualiteit Nederland. Maar we zouden natuurlijk een stichting kunnen op. En dat er in ieder geval... Ik heb soms het idee, dit is nog veel te weinig bekend. Weet je dat er, want dan was bijvoorbeeld een documentaire van een meisje die was uitbehandeld. We dachten, ja, maar heeft ze zich, is ze hier al mee in aanraking gekomen? Of zegt ze, dat hebben we toch gewoon niet in de hand? Ja, dat is lastig. Kijk, als je bij mij kwam het zover, omdat er niks meer hielp. Zeg maar. Er was niet een therapie meer of was niet meer. Dus dat uitbehandeld is juist ook wel weer interessant. Want dan, uiteindelijk moet je gewoon bij jezelf terechtkomen. Niet bij een therapie, niet bij een non-dualiteit, niet bij een... Weet je, wel, je moet uiteindelijk gewoon, zoals Krishnamurti dat zo prachtig zegt... je moet tremendously alone zijn. En daar kun je iets vinden. En dan nog is het de vraag. Dus het is ook wel lastig natuurlijk. Maar het is wel een waardevol moment. Ja, als je alles dreigt te verliezen... en dat is op het moment dat je besluit zelfmoord te plegen... wacht dan nog even, tenminste een jaar en een dag. En kijk dan hoe het is om niks te hebben. Om geen hoop meer te hebben, om geen... Toekomst. Nee, dan moet het wel heel gek zijn dat je daar niet... Dat er iets met je doet. Ja, natuurlijk. Ja. Want je raakt letterlijk verlost van jezelf. Ja, wauw. Rock bottom, ja, dan hebben ze het ook over the dark night of the soul. Hè, noemen ze dat geloof ik. Dat zijn dan mooie termen voor je. Ja. En heb jij nou nog... verlichtingservaringen. Kan jij nu nog ineens op een dag gewoon helemaal... dat je ook gewoon echt hoort? Nee. Nee. Ik denk dat is gewoon gebeurd. Ik heb die ervaring gehad. Simpelweg door het feit dat ik mezelf zo ongelooflijk... dwars heb gezeten al die jaren. Dat op het moment dat je daarmee ophoudt... dan krijg je zelf een verlichting. Dat kan niet anders. Ja. Als jij iedere dag wakker wordt en je hebt zo in je hoofd zoiets van... ah man, totally fucking loser, shit. Ja. En je had dat gewoon tot je 50ste vol je hele leven mislukt. En zo en in één keer snap je wat er aan de hand is. Snap je dat je het zelf bent en dan hou je ermee op. Dat is net zoiets als iedere dag met een hamer op je eigen duim slaan... en dan van de 30 jaar mee ophouden. Ja. En dan kun je zeggen, oh, dat is verlichting. Mensen gaan allemaal die verlichting zoeken. Maar zo werkt het niet. Dus het is toch iets wat je zelf doet? Ja. Je maakt jezelf ongelukkig? Ja, dat kan alleen jij doen. Wauw. Ja. Toch lijkt het als die buurman nu al vanochtend om 7 uur begon te boren en mij het bed boort, dat hij mij ongelukkig maakt. Ja, dat kan hier, die buurman kan de boel in de fik steken en het huis kan affikken. Ja. Maar ik ben nog steeds van hoe ik daarop reageer, dat is aan mij. Dus de roep van, ja, zie je wel, die buurman. Altijd hetzelfde. Ja. Dus mensen zijn te vertrouwen volgens Erik van Os? De vraag is niet of mensen te vertrouwen zijn, de vraag is of ik te vertrouwen ben. Ben jij te vertrouwen? Ik vind mezelf te vertrouwen, ja. En ik wil niet zeggen dat ik geen fouten maak, maar ik ben wel te vertrouwen. Ik vertrouw mezelf, ja. Dus je bent goed van aard? Ja, zeker. Zijn er dan ook boosaardige mensen of worden die zo gemaakt door de maatschappij? Dat denk ik, ja. Ik weet niet of ze door de maatschappij zo gemaakt worden, maar ik denk wel dat als je heel, heel ongelukkig bent, dat je dan ook heel onaangenaam voor jezelf en voor anderen kunt zijn. Ja. Waar kunnen we jou nog mee helpen? Mee helpen? Nou, in de zin van, wat zou je leuk vinden... wat zou kunnen gebeuren naar aanleiding van dit gesprek? Zoek jij nog mensen om iets mee te organiseren? Zoek je nog clubjes? Zoek je andere woonruimte? Weet ik veel. Nou ja, goed. Wat ik fijn zou vinden is als er wat meer bezoekers zou komen voor die... De Grote Verpester. Groteverpester.nl. Ja, ik zie dat de jongeren hebben het moeilijk, maar ze zijn depressief en alles. En ik denk van, nou, dat zou mooi zijn als daar wat meer jongeren op zouden komen. En ja, natuurlijk maak ik liedjes, dus ik wil niet liedjes gehoord worden. Maar dat is meer wat ik zelf wil, zeg maar, voor mezelf. Ja. En, maar ja, dat kun je allemaal luisteren op YouTube. Spotify, Erik van Os. Die film heet Los, hè, over non-dualiteit. Ja. Ik zal je iets geks vertellen. Ik zat gisteren een documentaire te kijken over dat er blijkbaar ook een oorlog dreigt tussen China en Amerika. Oh, ja. En toen dacht ik in mijn hoofd, zie je hoe mijn hoofd zo raar werkt. Ik denk, ja, maar Amerika en China, die liggen toch heel ver uit elkaar. Ja, maar de aarde is rond. Okay. Die liggen gewoon naast elkaar. Oh, ja. Met nog een beetje Australië ertussen en zo. En waarom vraag ik dat nou aan jou? Nou, dat is een concrete laatste vraag. Ben jij bang voor Wereldoorlog 3? Want daar is iedereen toch maar zo druk mee, hè? Dat alles bij het minst of geringste binnenkort kan escaleren. Ja, ik zeg dan weer van, in wiens wereld bedoel je nou? Nou ja, de wereld. Die is er dus niet volgens jou. Nee, die is er niet. Er is alleen maar mijn wereld. Voor mij. En voor jou is alleen maar jouw wereld. En er zijn processen die zijn groter dan ik.
Ik bedoel, stel dat er sowieso zijn al die media, die zijn alleen maar bezig om paniek te zaaien, want dat levert gewoon de meeste kliks op. Ja. Dat doen ze nou eenmaal. Dus ja, ze zullen altijd weer iets vinden om je bang te maken. En tegelijkertijd, Poetin valt Oekraïne binnen. Hij heeft mij niet gebeld van tevoren. Van, hey, Erik, vind jij ervan? Nee, dat zou wat zijn. Dus ja, dat overkomt je gewoon. Net als de rest van het leven je eigenlijk gewoon overkomt. Het gebeurt, maar dat happens. Jaagt jou geen angst aan. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen, ik wil nu geen kinderen, want ik ga niet een kind in deze wereld zetten zoals hij nu is. Nee, nou ja, een kind kan ook het verschil maken. Het kan ook gewoon, dat kind kan een Eckhart Tolle worden en heel veel mensen gewoon helpen. Of dat kind kan kan alle kanten op. Dus oké, dat haal ik dan nu even uit dit gesprek. Er is niet één wereld, behalve de versie die ik er zelf van zie. Dus, maak zelfs op een bepaald niveau. Ja, dat is geen de wereld. De boel is dus ook neutraal. Ik vond, we zouden van dit kunnen spreken nu zeggen, nou, het was een goed gesprek. Jij kan zeggen, het was een slecht gesprek. We kunnen zeggen, het was te lang, het was te kort. Het zijn natuurlijk allemaal maar aannames. Wat zegt het over het gesprek? Niks. Ja, voor wie is altijd de vraag? Voor wie zegt wat? Ja, voor mij. Voor jou, dat is aan jou. Ja. Maar ik kan dat te lang vinden, ik kan dat te kort vinden. En dan moet ik jou niet gaan overtuigen van, neem maar van mij aan, dit gesprek was te lang. Of dit was te kort, of we hadden dit moeten doen, of dat moet. Daar begint de oorlog. Ja, want je hebt gelijk. Als jij daarvan overtuigd bent dat het gesprek te lang is, dan heb je gewoon gelijk. Dan kan ik zeggen van, ja, maar wacht even, het gesprek was te kort. En dan gaan we vervolgens ruzie maken. Maar we hebben allebei gelijk. Ja, iedereen heeft gelijk. Ja. Vanuit zijn of haar optiek. Ja. Dan komen we weer terug bij het beginpunt. Ja. Is er erikvanos.nl of zou ik die snel voor je vastleggen? Die bestaat, maar dat ben ik niet. Je hebt wel erikvanos.com. Dat ben jij wel. Ja, dat ben ik wel. En degroteverpester.nl. De film heet Los, staat op YouTube. Hoe kunnen we met jou in contact komen, Erik? Wat is de makkelijkste manier? Nou, via een van die kanalen. Ik sta ook op Facebook. Via erikvanos.com kun je met mij in contact komen. Het heeft geen zin om aan de Refter in Tubbergen te fietsen? Nee. Nou, het is wel een mooie fietstocht. Dat dan weer wel. Oké, Erik. Dankjewel. En er is dus ook nog een eerder gesprek wat ik met Erik gevoerd heb. Dat staat ook op ditzelfde YouTube dan wel podcast kanaal. En daarin gingen we geloof ik iets meer in op jouw zelfrealisatie, toch? Ja, dat was ook kerstverser nog, zeg maar. Daar was ik nog helemaal onder invloed van ook nog. Ja, ik zit er helemaal vol van. Oké, nou dat is ook hier terug te luisteren. We gaan een soepje eten. Oké. Dan krijgen we natuurlijk de discussie welke soep. In jouw wereld eet jij erwtensoep, denk ik. Ik weet het niet, we zullen zien. Oké. We zullen zien wat er gebeurt.